Je weet, ik heb een Feyenoord hartje. Ja. En iedereen weet dat. Ja. Dus dat kleine Feyenoord hartje van mij, die klopt altijd voor die club uit Rotterdam-Zuid. En het gekke is, kijk, iedereen roept nu natuurlijk met grote toeters en allemaal schreeuwen. Ja, die afstand moet eruit, Jaap moet weg. Ja. En ik heb vorige week al gezegd, Jaap gaat er voorlopig niet uit, want Feyenoord kan dat niet betalen gewoon. Ja. Kijk, je kan dus 100 keer links praten en je kan 100 keer rechts praten. Ja. Dus mensen die het hebben over, ja, het ligt allemaal bijvoorbeeld aan Jaap Stam, want dat horen we dan de hele tijd, hè. Ja. Het ligt aan Stam. Nee, hey, wat kan Stam er nou aan doen? Wat kan Stam er aan doen? Dat er een maloot zit in die verdediging. Iedereen. En die denkt, weet je, iedereen, denk je, weet je wat ik doe? ik ga even hens maken. Ja. Hey. Ja. En dat ligt dan aan de trainer. Dat ligt dan aan Stam. En die Jaap die denkt, ik geloof mijn ogen niet. Ja. Jaap die heeft nog nooit in zijn leven A, dat zelf gedaan en B, een collega in de verdediging dat ooit zien doen. Dus die denkt, in welk gekkenhuis ben ik nu beland? Ja. En daar moet hij dan mee werken. Ja. En gelukkig, en dat denk ik ook wel, zijn er verstandige mensen bij Feyenoord. Die zien dat ook wel en die denken bij zichzelf, we laten die Jaap voorlopig even lekker zitten. Laat hem zijn werk doen. En hij gaat er maar wat van maken. En dat gaat Jaapie wel doen. Een klassieker is een klassieker dat staat totaal op zich. Ja. Je kan, kijk, als je alles tegen elkaar afweegt en alles bekijkt zoals het is, ja, dan hoe geen Einstein te zijn, dan weet jij, Ajax walst over Feyenoord heen. No. Maar zo is het niet. Nee? Zo is het niet. Nee. Klassieker is een klassieker en je weet het nooit. Er komen emoties vrij, er komen krachten vrij die anders nooit in spelers zouden zitten. De Ajax denkt al dat ze gewonnen hebben. Feyenoord denkt dat ze gaan verliezen, maar die zijn gemotiveerd tot op het bot. En ze spelen een keer niet op kunstgras, maar ze spelen gewoon op een normaal voetbalveld. En dan gaat het ineens gebeuren, wou je zeggen. Ja, nou ja, die spelers die gaan natuurlijk al heel anders die wedstrijd in. Ja. Die weten ook, dit is de klassieker. Mm-hmm. Zeker bij Feyenoord. Ja. Jaap Stam gaat verdedigender spelen. Die gaat minimaal met 5 man achterin. En die gaan keurig afwachten. Gaan de bus ervoor gooien. Die gaan er een vrolijke Rotterdamse bus voor gooien. En waarom zou je niet, weet je wel? en laat Ajax het dan maar doen. Ja. En als Ajax... Want Ajax was tegen RKC. Niet in zijn best te doen. Gewoon slecht. Tegen Chelsea was er ook geen top voor hem. Nee. Stel dat Ajax even in een klein dalletje zit. Dan. Even een guitig ditje zit. Mooi. Een dipje. Zeg, Harry, hoe oud ben je nou? De sprookjes van Grimm zijn al lang voorbij, Harry. De sprookjes van Grimm... Ja, toch? En laat mij mijn zin nou afmaken, meneer Grim. Het is zo dat het dan kan Feyenoord misschien profiteren. En misschien met een gelijkspelletje wegsluipen daar. Mm. Kan Ajax Feyenoord, dat is... Daar kan niks tegenop. Nee. Je kan Feyenoord tegen PSV laten spelen. Ajax tegen PSV. Tot je dienst. Het draait om Ajax Feyenoord en Feyenoord Ajax. Ja, het dat is de historie. Precies. En daar leeft iedereen enorm naartoe. Ja. Ik bedoel, en elke voetballiefhebber is benieuwd, hoe loopt dat nou af? Hoe gaat dat? Is Ajax er? Gaat Feyenoord toch in het verzet? Stapt Feyenoord in één keer weer terug? Toch een beetje uit zijn dip weg? En gaat Feyenoord het toch doen? Ik bedoel, waarom niet? Ja, het zou kunnen. Het kan zomaar. Ik weet dat er, nu, maar. Dat er nu alleen in Rotterdam, in 010, zitten er gewoon mensen al dagenlang te zingen. Ja. Niets is groter dan dat ene woord natuurlijk. Hè? Dan komt er nog een keer, Harry. Feyenoord, nu komt-ie. Nee. Mijn.
rustig. No maar reëel gezien gaat hem dat niet worden. Veel mensen roepen al dat het wordt gewoon 4-0 en er vol overheen. Dit wordt echt een afgang voor Feyenoord. Dat is wat de meeste mensen roepen. Ja, maar iedereen roept het wordt 4-0, 5-0, 6-0. Hey, gebaseerd op wat? Dat is allemaal onzin. Want het is een wedstrijd op zich. De klassieker is gewoon een wedstrijd op zich. Ja. En Feyenoord, hooguit een kleine nederlaag. Ja. Dat kan. Ja. 1-0, 2-1. Zoiets zou kunnen gebeuren. Maar misschien wel een gelijkspel. Wie zegt van niet? Ik bedoel, als Feyenoord nou eens een keer helemaal met dit het veld in komt. Ja. Die gaan lopen knallen. Ja. En die komen daar met een inzet. En een afstandsschot van Toorstra. Zoals we in tijden niet hebben gezien. en die Jurgensen, die begint eens even een beetje te draaien. En die Larsson, die raakt hem van de weeromstuit een keertje goed. en boem, en die bal vliegt in de kruising. Oké. Okay. Dat kan allemaal. De sprookjes van Grimm zijn weer begonnen.